Vorige week heb ik 2 dagen meegelopen met de buitendienst hier in het centrum van Coevorden. En ik raak dan in gesprek met de inwoners en die komen ook met allerlei vragen, wensen, initiatieven. En ik moet zeggen dat ik het soms wel spannend vind om met zo'n lijstje, als je dat hebt, dan om bij de gemeente binnen te komen. Want vaak heb ik dan ook weer collega's nodig om het een stap verder te brengen. En dat zijn vaak toch dingen die mensen niet in hun agenda hebben staan of niet in de planning hebben. Waarin je toch afhankelijk bent van hun om gevolg te kunnen geven aan wat mensen graag zouden willen. Sinds een hele tijd speelde hier eigenlijk al het probleem de overgang naar de sport. Complex van Klinkenvlier. Sinds jaren dag komen er eigenlijk klachten binnen bij de gemeente met betrekking tot de toegang van het sportterrein. Gezamenlijk hebben we toen eigenlijk gezegd van ja, we hebben eigenlijk een probleem wat hier ligt. Het sportcomplex is namelijk een gemeentelijk sportcomplex en de weg die je over moet steken is een provinciale weg. Dus de gemeente mag daar wel een mening over hebben, alleen we zijn afhankelijk van de bevindingen van de provincie. Nou, met de gegevens die wij verzameld hadden, met de bevindingen van de collega's van mij, hebben we vervolgens gesprekken gehad met de provincie. Met als gevolg dat de oversteek tot de vrijheid van alle partijen compleet veranderd is. De gemeente kon er volledig mee instemmen. De provincie, natuurlijk, die vond het prima. Maar vooral tot de vrijheid van de gebruikers van het sportpark. En van de ouders, van de kinderen die hier naartoe gaan. Want ze ervaren nu al, het is eigenlijk nog maar net open, dat op dit moment de situatie veel en veel veiliger is. Zo kun je eigenlijk zien, dat is eigenlijk de boodschap van het verhaal, van het betoog wat ik eigenlijk wil houden. Als je gewoon een luisterend oor hebt en je neemt gewoon de opvattingen van de bewoners heel serieus, ja, dat je met elkaar heel wat goeds kunt bereiken. Daar is dit wel eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld van. Je bent afhankelijk van de collegialiteit van de collega's. In dit geval waren we afhankelijk van de provincie. Alleen als je ziet hoe we met elkaar dit opgepakt hebben, de duimen echt wel de lucht in. En dat was gewoon hartstikke goed. We zijn hier in Schoonoord. Ik sta hier aan de Molenstraat. Schoonoord heeft, plaatselijk belang, heeft een 2-tal jaren geleden een LEADER-project aangevraagd om het zogenaamde 5-puntenplan uit te voeren. Daarvan vindt eigenlijk het dorp dat wij als gemeente te veel vastzitten in het systeem of te weinig medewerking verlenen aan de plannen zoals zij die hebben. Het LEADER-project moet plaatselijk belang een subsidie in 2018 besteden. Dus ook daar zit er een druk op en ook daar lopen ze tegen de beperkingen van, zoals zij ons zeggen, de regelgeving, het systeem aan. Dat het allemaal wat lastig wordt om het geld op een goede manier uit te geven. En daar zie je dat plaatselijk belang aan de ene kant sneller wil dan wij met hem mee kunnen bewegen vanuit het systeem, vanuit de regels. Mijn idee is dat wij als organisatie, als gemeentelijke organisatie, onvoldoende nog zijn toegerust om buiten het systeem mee te denken met aanvragers, met organisaties in de dorpen. Nou, we staan hier in de Wienbachsteeg in Erm. En nou ja, dit verhaal is eigenlijk, staat eigenlijk een voorbeeld voor wat ik wel tegenwoordig wel noem, zeg maar, hoe past het potje nog op het dekseltje. Het dekseltje van ons werk. Hè. Wij gaan op pad en komen allerlei mensen tegen en die met ideeën en initiatieven komen, zoals hier. En brengen dat mee naar binnen. En in toenemende mate kom ik er gewoon achter dat het potje wat wij hebben gecreëerd met onze systemen, met ons geld, met onze capaciteit, niet meer past. En ik moet zeggen dat het best lastig is om dat dan voor elkaar te krijgen, om te kijken of er ruimte is. We zijn er natuurlijk wel mee bezig. Alleen de manieren van werken die we daarbij hebben, die staan nog wel eens op gespannen voet met wat mensen graag zouden willen. En dat werkt wel eens verlammend. Kost tijd en gaat ten koste van enthousiasme van mensen.